Van Houwe Bravo Studio van Op Weg naar het WK, aflevering 4, na het intro meer. Ja mensen, voor je het weet is het weer zover, het WK voetbal is bijna zover. Het is vandaag 9 november volgens mij, maar voor jullie is het volgens mij, dat weet ik niet zeker, 14 november. En ja, het is weer, ja... Nou, feest kunnen we niet eens zeggen, zeg maar, wat er allemaal gebeurt in Qatar. En verschrikkelijk wat daar natuurlijk gebeurt. Dat moeten we nog steeds waarborgen van hoe verschrikkelijk het daar is eigenlijk. Hoe het daar is. Ja, het is... Ik heb net even wat beelden gezien van... over Qatar, zeg maar. Hoe het daar... hoe die stad is gebouwd, zeg maar. En die stadions, en dat is allemaal met... het moet binnen zoveel maanden of zoveel weken moet dat af zijn, zeg maar. Dus het is toch... Het is verschrikkelijk wat er gebeurt soms. En ja. En dan ga ik jullie even vandaag even hebben over die WK-reclame van dit jaar. Want ik heb gehoord dat Jumbo per direct de Jumbo-reclame heeft weggehaald. Wegens, Polonaise met bouwvakkers. Ja, ik snap wel dat mensen boos zijn op die reclame. Dat snap ik heel erg goed. Want ja. Het zijn wel gewoon mensen die in Qatar werken. En die moeten stadion bouwen en zo. En ja. Ja, dat kunnen wij niet voorstellen in Nederland. Hoe het daar gaat, zeg maar. Dus ja. Ik ga het WK voetbal wel volgen, zeg maar. Dat wel. Maar ik heb wel medelijden met, zeg maar, met die mensen die heel al die stadions hebben gebouwd binnen zoveel maanden. Dat moest binnen zoveel maanden klaar zijn. Dat is, ja. Kan eigenlijk echt niet eigenlijk, maar ja. Dat je zo op het proef wordt gesteld, zeg maar. Dus, ja. En, die reclame van Bad City, die is ook alweer online, zeg maar. Bad City met de oranje shirt, zeg maar. Nou, goed idee om zoiets te doen. Ik denk dat Jumbo echt moet nadenken van wat kunnen we nu doen, zeg maar. Om er toch een betere reclame te maken. Nou, sowieso geen polonaise met bouwvakken, zeg maar, want dat is... Dat slaat ook helemaal nergens op. Dus ja. Iets anders verzinnen, denk ik dan. En ik weet niet wat. Misschien weten jullie wat. Laat het weten in de comments. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel tv. Niet heel veel mensen tv gaan kijken. Straks met het WK voetbal gaan heel veel mensen tv kijken. Dat weet ik wel zeker. Waarschijnlijk deze wedstrijd van Qatar tegen. Dat land wel 2 miljoen kijkers of zo. Weet ik veel. Dus ik ben benieuwd. Zondag is de eerste wedstrijd en vrijdag ga ik nog even voorbeschouwing doen voor de komende zondag. Dus dit was een beetje een korte video, zeg maar. En hoe vond je het nummer van Avanti Your Song van Avanti Your Song WK spekje van Snelle. En Mart Hoogkamer had toen een nummer bedacht, zeg maar, voor het WK voetbal. Nou, ik vind sowieso Hollandia, ja. Die vind ik nog steeds de beste nummer van het WK voetbal. Dus, komende zondag wordt het hierachter, wordt het ook allemaal wat in de oranje stemming ingebracht, zeg maar. Dus, ja, dat moet ik nog even kopen. Dus, we gaan een mooi WK maken. Ook al moeten we zeggen. Wat er allemaal gebeurt in Qatar, zeg maar. Nog steeds verschrikkelijk. Nog steeds verschrikkelijk. Maar ja. Dan kunnen we eigenlijk heel weinig gaan doen, zeg maar. En nog steeds. Ja, verschrikkelijk. Ja. Wij zijn er vrij weer met een nieuwe aflevering. Voor de voorbeschouwing voor het WK voetbal. Tot dan, hè. Hoi.